Dankjewel, dankjewel. Wat een applaus. Ja, is te gek, man. Eindhoven. Ja, Eindhoven de gekste, zeggen ze toch? Nou ja, dat is weer bewezen. Het is wel leuk als je je zo welkom voelt. Dank jullie wel. Ja, goed dat jullie er zijn. Topnames on Tour. Eerder dit jaar waren we in Groningen. Hartstikke leuke dag vandaag in Eindhoven. Mooie bedrijven gesproken, de hele dag al. Die kun je snel online terugvinden, al die interviews. En we gaan zeker Delft en Enschede zijn in ieder geval plekken waar we Rotterdam langs gaan. Rotterdam stond ook nog op lijstje. Rotterdam, en we horen het wel als mensen vinden dat we ergens anders ook welkom zijn. Marien ten Houten, welkom. Dank je. We gaan natuurlijk over jouw Leapfunder praten, dat is het bedrijf waar je nu aan werkt. Maar ik ga je alvast vertellen, we ontkomen er niet helemaal aan om ook nog een klein beetje in je geschiedenis te gaan graven straks. Zeker niet omdat in dit jaar in mijn beleving 20 jaar publiek internet is en jij daar een grote rol in gespeeld hebt. Okay. Zullen we eerst even beginnen wat je nu aan het doen bent? Is goed. Leapfunder is het bedrijf wat je hebt. Ik heb je net al horen zeggen dat we het geen crowdfunding mogen noemen, dus hoe moet het wel noemen? Wij noemen het nu networkfunding. Om ons te onderscheiden van de kickstarters, et cetera. Het gaat ons echt om flinke investeerders vanaf 1000 euro. Dus dat is niet voor het hele grote publiek. Maar het is wel meerdere mensen die één bedrijf funden. Ja, en waarom ben je dat gaan doen? Dat heeft te maken met die geschiedenis waar we zo meteen op terugkomen. Ik ben zowel investeerder geweest in bedrijven als dat ik geld heb gezocht. En dat is allebei best moeilijk. Het geld zoeken is heel moeilijk, maar ook het investeren is niet eens makkelijk. Het is een markt met gewoon heel veel frictie. En mijn compagnon in deze, Tinko Raske, die kwam bij me langs met een plan, een model, hoe die investeringen moesten lopen, hoe dat allemaal veel soepeler kon, hoe het veel beter kwam. En ik was onmiddellijk overtuigd door zijn plan en ik dacht, daar ga ik aan meedoen, dat gaan we groot maken. Daarom ben ik het gaan doen. Ik zag gewoon een markt die niet goed loopt. Ja, want waar zit dan die frictie, zoals jij dat noemt? Eerst moeten ze elkaar vinden, dus de geldschieters en de geldvragers. Dat is al heel moeilijk. En als ze elkaar dan hebben gevonden, dan kijken ze elkaar af en toe heel wazig aan. Zo van, wij willen nu gaan dealen. In het eerste geval gaan ze naar de notaris op de hoek die gespecialiseerd is in testamenten. En dan komt er een heel slecht contract uit. In betere gevallen gaan ze naar een goede advocaat en dan geven ze heel veel geld uit. En wij denken dat dat allemaal veel beter en efficiënter kan. Dus we hebben eigenlijk de hele deal al voorbereid. We weten nog niet wie de start-up is en wie de investeerders zijn, maar de deal die is al klaar. En hoeft alleen maar ingevuld te worden. En dat scheelt gewoon zoveel tijd in onderhandelen, in papierwerk. Waardoor gewoon beide partijen, de start-up en de investeerder, veel sneller verder kunnen. Ja, we zitten eigenlijk een soort standaard elementen altijd in dit soort deals. Er zijn gewoon best practices. Waar wij voor gekozen hebben, is we werken met converteerbare obligaties. Dat wil zeggen, je geeft schuldpapier uit en dat heeft als voordeel dat je geen waardering over een bedrijf hoeft uit te spreken. Als je een bedrijf tegenkomt, echt een jong bedrijf, jullie hebben Manus gesproken vanmiddag, fantastisch bedrijf, maar echt nog maar net begonnen, geen idee wat het waard is. Als je daarover moet gaan onderhandelen, dan ben je zo weken, maanden verder. Door nu schuldpapier uit te geven, hoef je niet over die waarde te praten, dat stel je uit, dus dat gaat veel makkelijker. En een ander heel belangrijk element is, je trekt meerdere investeerders aan, maar je wil niet straks een aandeelhoudersvergadering met 20 mensen. Dat loopt ook niet heel soepel. Dus die investeerders bundelen we wel in een stichting. Dat is heel Nederlands, heel standaard. Een stichting administratiekantoor. Je accountant weet precies hoe dat werkt. En daarom gebruiken we het ook. Waardoor je eigenlijk één aandeelhouder erbij krijgt, die stichting. Alles blijft heel overzichtelijk. Alles blijft heel beheersbaar. Maar het zit wel heel solide in elkaar. En zit je daar dan vooral in om het voor de ondernemer overzichtelijker en eenvoudiger te maken? Of kijk je toch ook naar dat investeerdersbelang? We kijken naar beide belangen, want wij willen succesvolle deals. Deals zijn succesvol als beide partijen gelukkig zijn. De ondernemer is klant bij ons. Dus prima werken we voor de ondernemer. Maar de ondernemer trekt geen investeerders aan als hij geen aantrekkelijke deal heeft. Dus het goed zorgen voor de investeerders is ook heel belangrijk. Zijn jullie een open platform of moeten mensen bij jullie door een ballotagecommissie om geen te inhoudelijke ballotage. Wij geven ook geen beleggingsadvies. Dus de partijen die op onze site staan, daar kan in geïnvesteerd worden. Maar wij zeggen niet of dat verstandig is of niet. Dat mogen we ook niet van de AFM. Dus daarom geven we expliciet geen beleggingsadvies. We kijken wel naar de kwaliteit van de informatie die ze opleveren. Dus ze moeten echt gewoon stukken opleveren van KVK-inschrijving en dat soort zaken. En informatiememorandum. Moeten we aan bepaalde eisen voldoen voordat we ze online zetten. Ja. Hoe loopt het tot nu toe? Hoeveel bedrijven zijn er al, hebben zeg maar hun financiering gevonden? We zitten nu bijna op 20 bedrijven. We hadden vandaag een heel raar moment.
Ik was een nieuwe nieuwsbrief aan het voorbereiden. En 2 maanden geleden hebben we gevierd dat, dat er 1 miljoen euro door ons platform gegaan is. Dat vonden we in die eerste 9 maanden al best lekker opschieten. Ja. En ik riep, volgens mij is het nu 1,5 miljoen. En toen gingen we rekenen. En toen bleken we daar al een stuk boven te zitten. Dus in 2 maanden hebben we 50% gedaan van wat we de 9 maanden daarvoor deden. Dus er zit echt enorm schot in. Dat heet exponentiële groei, geloof ik. Ja, we voelen keurig aan die mooie kurven. In Excel altijd zo makkelijk te maken zijn, maar in werkelijkheid toch. Zullen Jury van Geestes vragen wat hij daaruit concludeert. Ja. Ja. Hey, wat heb jij, als je het ziet langskomen, wat voor soort bedrijven, zit er nog een overeenkomend element in de bedrijven die zich bij jullie melden? Ja, tot nu toe zitten we heel erg in de techmedia hoek. Dus of lichte hardware of helemaal software, media of e-commerce gerelateerd. Er zitten in de pijplijn een aantal medtech bedrijven, dat is een kant die we ook graag op willen. Maar die zijn gewoon veel moeilijker, die hebben vaak meer geld nodig aan de ene kant. En het product is moeilijker uit te leggen. We hebben nu eentje online, een bedrijf dat gaatjes kan opsporen zonder dat er zo'n vervelend tangetje aan... Oncologie Biotech Company. Nee, die moeten nog online. Dat is een hele moeilijke, want dat is echt bijna niet uit te leggen wat zij doen. Fantastische dingen doen ze, maar... Hoe komt dat? Je zei net al, van de bedragen zijn lager. Dat is één van de redenen. Zijn er nog andere? Of zit het toevallig in jullie netwerk, deze bedrijven? Ja, als je kijkt naar mijn achtergrond, dan is techmedia natuurlijk een hele logische stap. Want dat... dat is een groot deel van mijn netwerk en ook van mijn partners in deze. Dus het is heel logisch dat we daar beginnen. We hebben zelf ook het programma van Startup Bootcamp Amsterdam doorlopen. Dus hebben ook veel contacten met Startup Bootcamp daar. Waar ze nu een I&M commerce ronde doen. Dus dan krijgen we dat soort bedrijven binnen. Wat ik zeg, die andere bedrijven zijn toch ook moeilijker voor investeerders. Dus zo'n medtech. Ja, dat zijn specifieke markten, daar heb je specifieke kennis van nodig om daar een investeringsbeslissing te nemen. Dus die drempel is wat hoger, maar die komen ook wel binnen. En wat zwaardere hardwarebedrijven kijken we ook naar, maar ook die hebben meer geld nodig. Er zit een hoog risico aan, dus daar is het ook weer moeilijker de juiste investeerders bij te vinden. Hey, wanneer worden die converteerbare leningen omgezet in aandelen? Normaal gesproken als er een grote investeerder binnenkomt die direct aandelen koopt. Dus als een VC instapt bijvoorbeeld in het bedrijf, dan is er een waardering ook, want die stapt tegen een bepaalde waardering in. Ja. Dan converteren de obligaties die zijn uitgegeven. Ja, je noemt net hardware, medtech. We hebben vandaag allerlei Eindhovense ondernemers aan tafel gehad en veel over gepraat en over nagedacht. En het viel ons op dat hier in deze regio ook wat meer hardware is en wat meer hardwarebedrijven zich vestigen. Zie jij dat ook en hoe komt dat? Wat is jouw analyse? Ja, dat zie ik ook. En daarom ben ik ook hier echt zelf bezig om op dat gebied klanten te scoren. Dat komt omdat we een fantastisch ecosysteem hebben. Ik heb het zelf meegemaakt in een vorig bedrijf, dat helaas niet zo goed is afgelopen, maar op dit gebied ging het heel soepel. Maar ik heb ook eerder het verhaal gehoord van iemand die een elektrische scooter wilde bouwen. Wereldwijd is gaan kijken naar toeleveranciers. En ze bleek ze allemaal gewoon te vinden in een straal van 30 kilometer. Niet omdat hij alleen maar daar zocht, maar uiteindelijk blijken dan gewoon topbedrijven op dat gebied hier te zitten. We hebben een aantal grote Philips spin-outs natuurlijk, zoals NXP. We hebben een bedrijf als ASML, maar ASML verzamelt om zich heen ook allerlei toeleveranciers die op heel hoog niveau halffabrikaten leveren. Ja, die zoeken ook andere klanten. Dus als je met hardware iets wil gaan doen, dan is die kennis hier, de toeleveranciers zijn hier. Dus dan is het vrij logisch om je hier te vestigen. Ja, dat geldt ook een beetje voor die medische dingen die je noemt. Philips heeft daar natuurlijk ook een belangrijk aandachtspunt van gemaakt. Haakt dat... Ik zie dat allemaal in elkaar haken dan in zo'n regio. Klopt dat? Of? Ja, je ziet hier, onze burgemeester noemt het graag de dubbel helix. Maar dat vind ik een wat complex verhaal om te vertellen. Ja. Of de triple helix is het zelfs. Ja. Maar alles hangt met elkaar samen. Dus vanuit Philips heb je dan zo'n spin-out als Sapiens. Die, 2 maanden geleden 150 miljoen aan Amerikaans bedrijf is verkocht. Dat trekt allerlei kenniswerkers deze kant op. Daardoor heeft nu een Amerikaans bedrijf hier op de Hightech Campus ineens een hele grote belangrijke afdeling. Mm-hmm. Dat trekt de financiers deze kant op. Dus het versterkt elkaar allemaal. Omdat hier die kennis is, wil je hier zitten, trekt die kennis hier naartoe.
En dat gaat heel ver, tot en met ASML die in de metro van Seoul billboards plakte om werknemers te werven, die dan hier komen te werken. Ja, even een vraagje van Twitter. Martijn Rutte die vraagt, heeft een professionele VC hier ook een voordeel of toch alleen informals? Ons platform is heel goed geschikt voor informals. We praten ook wel met VC's. Wat we vooral met VC's hebben afgestemd is dat als je via ons gefinancierd bent, is dat geen enkele rem op een vervolgfinanciering. Je ziet af en toe in crowdfunding hele exotische modellen met ingewikkelde contracten eraan. En dan zie je een vervolginvesteerder denken van ja, dat moet allemaal opgeruimd worden en dat maakt een deal moeilijker. We hebben wel erg afgestemd met VC's dat je gewoon goed door kan groeien naar vervolginvestering. Ja, Johan Schaap vraagt nog, de informatie over de projecten op LeapFunder is wat sumier. Is dat bewust? PR is toch ook belangrijk? Het is bewust dat je een drempel over moet. We willen ook dat investeerders zich echt goed verdiepen. Dus in eerste instantie krijg je een korte teaser. Daarna moet je inloggen en dan krijg je echt behoorlijk veel informatie. Met het informatiememorandum, alle onderliggende stukken, alle contracten, die staan gewoon in het systeem. Die kan je dus allemaal gewoon inzien, een soort digitale dataroom. Wij vrezen zelfs dat het af en toe iets te veel is wat over potentiële investeerders uitstarten. Maar we doen het wel in stapjes, want als je direct alles uitstart, dan haak je af. Hey, bij veel andere, ik wou zeggen crowdfund platforms, maar dat zijn dan wel crowdfund platforms. Ja, zie je het probleem dat het eigenlijk nog best tegenvalt, het netwerkeffect. Bij veel plekken is het zo dat mensen als ze hun eigen netwerk niet aanboren om het gefinancierd te krijgen, dat ze niet heel erg profiteren van de andere gebruikers op een site. Hoe is dat bij jullie? De mensen die investeren in bedrijven, zijn dat zeg maar investeerders die het leuk vinden om op LeapFunder rond te hangen? Zijn dat familieleden en vrienden van de bedrijven? Beide, maar dat netwerkeffect werkt bij ons precies hetzelfde. Wij roepen tegen elke startup die langskomt, als je niet de helft van het geld dat je zoekt al kent, dan gaat het niet lukken. En dat is op zich ook heel logisch, want je hebt een goed idee. Maar je moet er altijd vanuit gaan dat tientallen, honderden, duizenden mensen in de wereld hetzelfde goede idee hebben, ongeveer. Daar heb je een mooie prestatie van gemaakt en een simpel prototype. Maar uiteindelijk ben jij de persoon die het moet gaan uitvoeren. En jouw investeerders zullen weten dat jij inderdaad die persoon bent, of jouw team, dat team is dat dit heel groot gaat maken. Dus die eerste investeerders zijn altijd mensen die jou al kennen op een of andere manier. Die hebben jou in de ogen gekeken en die vertrouwen jou daarmee. En zeker bij de investeringen die wij zoeken. Ja, en investeren ook vaak in een ondernemer nog meer dan in het idee. Ja. Ja. Dus die ondernemer die is heel belangrijk. En de grotere investeerders bij ons, die zitten echt dan 25 tot 50.000 euro die ze in één bedrijf investeren. Dat doen ze niet omdat ze gewoon online langs zijn gekomen en dan die documentatie hebben gelezen en dan denken, oh dat is leuk, hier is een zak met geld. Die hebben echt met die ondernemer gesproken, die hebben die ondernemer in de ogen gekeken en denken dan van ja, die persoon die gaat het echt maken. Hebben jullie zeg maar, wat zeggen jullie tegen de partij? Wat moeten ze organiseren? Moeten ze bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseren voor mensen? Ja, als dat kan natuurlijk, alleen maar als het natuurlijk lokaal is. Wat is een goede route voor een bedrijf wat succesvol wil zijn bij jullie? Wat je meestal doet is eerst zeg maar sonderen in de markt. Dus je gaat niet beginnen met LeapFunder een ronde openzetten en dan eens gaan praten met mensen van wil je investeren. Meestal gaat het andersom. Dat je al mensen kent die willen investeren. Er zijn al mensen langs geweest. Ook, ja, veel van onze klanten komen dus uit een accelerator zoals Startup Bootcamp. Dan kom je veel in contact met de investeerders. En eigenlijk pas als die interesse er al is, dan ga je dat dan ga je op basis van die interesse een ronde starten. Als je het andersom doet, dan is het vaak toch een lang en veel lastiger traject. Dus je moet er toch eerst weten hoe je in de markt staat. En dat vertrouwen wekken bij investeerders. Vaak daarna, als je een ronde opent, is iets van een evenement of een demonstratie heel praktisch. Of soms is er een standaard event. Denk aan Demo Day als je in zo'n accelerator zit. Wat een goed moment kan zijn om zo'n ronde onder de aandacht te brengen. Maar je moet op redelijk veel manieren communiceren met die potentiële investeerders. Nee. Hey, waarom heeft een man, laten we dan ook die nu geschiedenis even bij gaan pakken, die onder meer verantwoordelijk was voor nu.nl en ontzettend veel ervaring heeft met allerlei type bedrijven. Je zei net al, nu natuurlijk niet alles is gelukt, maar dat kan nou helemaal niet. Wat heb jij aan een startup bootcamp? Ik denk, jij bent degene die daar die hem geeft. Nou, dat is het grappige. Zowel Tienko als ik zijn mentor geweest bij Startup Bootcamp voordat we deelnemer waren. Dit was ook het eerste jaar, er was nog een ander team waar ook een mentor in zat, dat mentoren ineens deelnemers gingen worden. Het netwerk hebben we heel veel aan gehad. We hebben internationale ambities.
Nou is ons netwerk in Nederland gewoon heel goed. Daar komen we overal wel binnen. Maar in Duitsland of in Denemarken wordt het al een stuk moeilijker. En Starter Bootcamp heeft wel een goed internationaal netwerk. We wilden tussen onze peers zijn. Wat ik zei, startups zijn onze klanten. Nu zijn we zelf start-up en ben ik ook vaak start-up geweest. Maar om ze echt te begrijpen, is het goed om ertussen te zitten. Dus ja, dan zit je daar een half jaar echt letterlijk tussen die start-ups. Dan stap je ze wel. En dan zie je ook gewoon dingen gebeuren die je zelf nog niet hebt meegemaakt, waar je wel van moet leren. Dus was ook weer even terug naar de schoolbanken eigenlijk? Ja, deels was het terug naar de schoolbanken. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, er waren ook wel af en toe onderdelen in het programma waarvan we dachten van ja, moeten we daar nou aan meedoen? Maar er zijn ook heel veel onderdelen waar we echt van hebben geleerd. En er zijn en het is ook gewoon samenwerken met die andere bedrijven. Er zaten nog 10 andere bedrijven in dezelfde klas, zeg maar. Van je klasgenoten leer je bij kans meer dan van die mentoren. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Al die accelerators en start-up programma's. Ik kan niet anders zeggen, denk ik, dan dat dat heel goed is en dat het goed is voor het klimaat. Jij komt natuurlijk uit een andere tijd, dat het allemaal op een heel andere manier werkte. Hoe kijk jij daarnaar? Op zich ook heel positief. Ik weet nog, toen ik met Ielse begon in 96, zocht ik kantoorruimte. Ja, zoals de basis. Die was ik alweer vergeten, ja, Ielse. Daar begon het eigenlijk. Daar is het al mee begonnen. Ja, even voor dat is 18 jaar geleden. En voor wie niet weet wat Ielse is, zou nog de kans is ook zou nog nu best volwassen groot. Zijn. Ja, Ielse was de zoekmachine die toen nog... die was de zoekmachine in Nederland. Dat is gewoon 2 jaar voordat Google begon. Ja. We hebben helaas niet hetzelfde resultaat gehad. Maar dat kan gebeuren. Toen ik kantoorruimte zocht voor gewoon een team van 4 mensen waar we mee begonnen, was het echt nog een periode dat je minstens 500 vierkante meter moest huren op een 5-jaar contract. Ja, anders kreeg je het niet. Viel er niet te praten. Nou, gelukkig is een enorme crisis in de vastgoedmarkt. En dat is heel goed voor start-ups. Want de onderhandelingsmogelijkheden zijn fantastisch en allerlei mooie start-up locaties zijn nu beschikbaar. En ook bij accountants, advocaten, et cetera, om dan uit te gaan leggen wat je aan het doen bent, is heel, was toen heel moeilijk. We hebben toen echt ongelooflijk veel geluk gehad. We hadden uiteindelijk kantoorruimte in eenzelfde gebouw waar Arthur Andersen zat. En hebben daar ooit op de deur geklopt toen onze administratie echt in de soep liep. Want dat had niet onze hoogste prioriteit. Komt vaker voor bij start-ups. Hebben daar op de deur geklopt van kunnen jullie dat doen? En toen waren ze behoorlijk flabbergasted, want wij zaten niet in het standaard profiel van hun klanten. Maar ze hebben dat wel gedaan. Hebben we wel heel veel aan gehad dat we echt een goede accountant hadden. Maar het was toen eigenlijk nog best moeilijk voor zo'n klein bedrijfje om dat soort dingen goed georganiseerd te krijgen. En dat is nu allemaal echt veel makkelijker. Je ziet dat er vanuit opleidingen echt aandacht is voor start-ups, veel universiteiten, hogescholen, ruimte. Is er ook echt een ondernemerscultuur aan het ontstaan in Nederland? Of is die ontstaan de afgelopen jaren? Ja, ik denk dat we in Nederland hebben natuurlijk altijd al een handelsgeest gehad. Dus een ondernemerscultuur is er wel goed geweest. Ook zeg maar voor de verschillende internetbubbels die we hebben gehad. Maar zo'n start-up cultuur als nu... die is wel redelijk nieuw en die begint behoorlijk goed te worden. Ik maak me ook af en toe wel zorgen over een soort bubbeleffect. Dat het nu iedereen voor zichzelf begint en dat je kan afvragen. Ja, want als iedereen eens eentje ondernemer is, worden dan echt grote dingen opgelost. Ja, precies. Het is ook een beetje inflatie onderhevig. En hoeveel accelerators does it take to change a light bulb? Nee, maar hier staan de meeste namen, denk ik. Want het is zo'n indrukwekkende rij als ik zie wat jij waar je bij betrokken bent geweest. Dat is het team van... Met Marien staat zijn ongeveer... In heel kort staat eventjes de belangrijke dingen. Van Ielse, nu.nl. Bits on the run wist ik niet dat je daarbij... Sync.nl, Ifion. Er zit een hele grote mediacomponent in. Nu.nl is ook ontstaan omdat ik gewoon zelf een nieuwsjunk ben en het product miste. Ifion is ontstaan en helaas ook weer ver gaan omdat ik gewoon zwaar ontevreden was met de kabel en hoe tv wordt gedistribueerd. Wat dat betreft vind ik dit gewoon hartstikke leuk. Buiten de geëikte omroepen en monopolisten om gewoon doen waar je zin ja, gewoon je product maken en het naar buiten brengen. En eigenlijk wilden we dat met Ifion nog voor veel breder trekken. Bits on the Run is wat dat betreft een beetje een buitenbeentjes toeval.
Robert Klep, met wie ik ooit Iels heb opgericht. En ik kwam erachter dat een zekere Jeroen Weijering iets moois had gemaakt. En we gingen googlen en toen bleek hij in Eindhoven te wonen. En toen vroegen we van, kom eens koffie drinken. Ja, dat was ook zo'n ongelooflijk verhaal. Hè? Die had een fantastische videoplayer gemaakt. En, hij heeft ooit een JW-player gemaakt. Ja, en hij heeft een licentie verkocht, ik geloof voor $25. Aan een stel jongens die een of ander videoplatform begonnen, dat YouTube of zo heette. Ja. En dat, ja, nee, ik zat toen in die tijd bij de NOS en we deden verwoede pogingen om een fatsoenlijke videoplayer op die site te krijgen. En uiteindelijk kwam je altijd bij de JW-player weer terecht, want die was in al zijn eenvoud, recht toe, recht aan, de allerbeste die er was. Maar goed, dat is een zijspoortje. Nee, hem hebben we Bits on the Run opgericht en dat is helemaal opgegaan in het bedrijf jwplayer.com. Inmiddels woont Jeroen in New York en is het een flink bedrijf daar. Ik ben er nog wel aandeelhouder, dus dat is wel heel leuk. Dan zie je het ook eens aan de Amerikaanse kant, hoe dat gaat met financiering. Ze hebben net 20 miljoen opgehaald, dollars dan wel. Het gaat in Amerika niet veel efficiënter dan hier, kom ik dan achter. Oké. Okay. En als je zegt, dus, als ik kijk naar een overeenkomst, is heel veel is het media geweest. Liepfunder kwamen mensen bij je langs. Zijn er nog mediaplekken die verstoord kunnen worden, die vernieuwd moeten worden, die anders kunnen? Nou, waar ik af en toe over nadenk, maar ik heb nog geen idee hoe dat op te lossen, is rondom nieuws. Dat vind ik een van de grote voordelen van een krant ten opzichte van nieuwswebsites, dat het een compleet product is. Je had het net ook over de staart, dat je gewoon het vorige item netjes afsluit voordat je nieuwe item start. Ja. En dat snap ik ook heel goed. En ja, als je op een nieuwssite kijkt, dat is nooit af. Sommige artikelen zijn half, want er moet... nog niet al het nieuws is bekend. Dat vind ik soms heel fijn, zeker bij breaking news. Soms eigenlijk ook wel verstorend. Dan wil ik gewoon weten, wat is er vandaag gebeurd? En eigenlijk op een nieuwswebsite zie je, wat was de afgelopen uur het belangrijkst? Maar dat is een beetje een beperkt overzicht. Dus ik zit nog wel eens na te denken over hoe een echte digitale krant eruit zou moeten zien. Dat je wel een kop en een staart hebt. Maar van het papier moet je natuurlijk af, want dat is onhandig en duur en milieuonvriendelijk. Ja, wij spraken elkaar toevallig vorige week. Waar kijk je dan naar? Weet je, wij zeggen vaak, en de interface die de papieren krant is, die is nou niet echt heel geschikt voor digitaal. Weet je wel, het is nog een beetje raar. Nee, dat soort dingen van die flash versies van een krant en zo, dat is verschrikkelijk. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar weet je, maar het afvalproduct, dat snap ik heel goed, heb ik ook heel erg. Maar weet je, wat zie jij dan voor je? Ja, dat weet ik nog. Ik worstel daar nog mee van hoe zou dat er dan uit moeten zien en hoe persoonlijk moet het zijn. Want jouw krant is natuurlijk niet hetzelfde als mijn krant. Ja, of misschien toch wel? Ja, deels wel, deels niet. Ik denk qua interface dat je veel meer video, audio. Ik geloof ook, en dat zie ik nog te weinig, eigenlijk bewegende foto's. Dus niet echt video, maar videostukjes van 20 seconden of zo. Meer een bewegende foto zijn dan dat het echt een video-item is. Ja, heel af en toe zie je het. Ik herinner me, het was echt heel goed. NRC was een voetbalverslag en daar is het ook ideaal voor. Want dat doelpunt is natuurlijk zo kort. En het was een beetje à la Instagram, zeg maar. Je bewoog naar beneden en dan ging hij vanzelf even dat doelpunt laten zien. Van maximaal 17 seconden geweest zijn, denk ik. Zoiets is volgens mij Instagram. Toen dacht ik van dit, weet je, zeker voor dit doel, dit werkt bijvoorbeeld. Ja, dus die kant op denk ik dan, maar... Ik heb nog niet de tijd gehad om dat verder te brengen, zeg maar. Dan, En hoe zie je nu zo voor jezelf, zo'n Liepfunder? Hoeveel tijd geef je jezelf daarvoor om je daarmee bezig te houden? Hoe snel ben je verveeld? Ik ben verveeld zodra zeg maar, te veel mensen werken die dan gaan vragen over pensioen of arbeidsvoorwaarden of dat soort dingen. Dan denk ik van dan begint het te veel op een normaal bedrijf te lijken. Ik wil innoveren, ik wil vernieuwing en wat dat betreft hebben we bij Liepfunder echt nog zo'n enorme lijst van dingen die we willen doen. We hebben nu echt meer frustratie dat we het allemaal niet snel genoeg vooruit krijgen dan dat we ons vervelen. Dus daar gaat het allemaal voorlopig nog goed. Daar is het ook een voorrecht. Wij zeggen het vaak doordat wij doen, maar ik hoor het ook van veel mentoren bij de accelerators. Het is natuurlijk een enorm voorrecht om al die innovatieve mensen langs te krijgen met die allemaal ideeën. Die met jou komen praten en dat met jou gaan delen. Dat is natuurlijk waanzinnig, een waanzinnig voorrecht. Ja, het is hartstikke leuk. Sowieso had ik natuurlijk al het voordeel dat mensen met ideeën graag toch eens langskwamen. Al een paar jaar. Een beetje valideren bij mij. Ja. Ja. En nu kan ik dat ook structureren en er is ook een goede reden om daarmee te praten. Dus ik vind die hele start-up cultuur heerlijk. Dus daarom hang ik ook graag hier rond. In Amsterdam zitten we ook op een locatie gewoon die we delen met andere start-ups. Dus dat...
dat is inderdaad een voorrecht. Ik geef ook nog wel af en toe les op de Universiteit Utrecht, waar ook een soort start-up klas is. Dus ik vind het heel fijn om nieuwe frisse ideeën te zien. Hey, toen jij, wat is het, je zei 96 was het, meen ik, Ilse, ja. Zei. Dus zeg maar, zei je, toen je een kleine 20 jaar geleden met dat internet begon, wat zag je toen voor je en wat is er van terechtgekomen? Van het internet zelf? Ja. Nou, dat het echt zo overal in alle poriën zou kruipen als het nu aan het kruipen is met Internet of Things, dat had ik toen nog niet door. Maar het hele idee dat dit vooral de media echt zwaar overhoop zou halen, dat dacht ik ongeveer vanaf dag 1. Ja, dat komt misschien omdat mijn interesse al voordat internet bestond, had ik een interesse in technologie en in media. Dus eigenlijk was het een godsgeschenk dat het internet langskwam. Want dat was precies. Ja, je vertelde mij toen we elkaar vorige week spraken dat je bij jullie thuis 8 kranten hadden, meen ik. Zes geloof ik. Maar de landelijke kranten plus de lokale krant. Lag je basis eigenlijk voor het nieuws en media. En nog weer een vraag van Martijn Rutte. Die vraagt, hoe verhoudt Liepvender zich tot een MKB-beurs zoals de NPEX? We zijn een stapje eerder. Dus de NPEX, dat gaat om grotere financieringen. Ja. En wij zijn wel echt voor start-ups. Dat betekent dat het heel hoog risico is met een kans op een hoge return. Waarbij MKB-financieringen meestal een lager risico zijn met een lager rendement. Dat je die van Martin Voorzanger al... Martin. Even kijken. Ja, die stapt later in. Dus hij zegt, misschien hebben jullie het al over gehad, maar dat is niet zo. Hij zegt, het is toch juist belangrijk smart money aan te trekken. Ik weet niet waar hij op reageert. Ik neem aan dat hij bedoelt juist VC's die bijvoorbeeld... Ik ken Martin. Martin is echt even dan een leuke sidesprong. Martin heeft ooit meegedaan aan de A2 Challenge. En toen was ik mentor van zijn bedrijf, Together. Ja. En gelukkig heeft hij toen gewonnen. En bij die A2 Challenge die werd georganiseerd door Tienco vanuit Philips, Tienco Rasker. En Tienco en ik doen nu Liepvender. Dus dat, daar is het ooit zeg maar, van gekomen dat we elkaar kennen. Maar ik kan me voorstellen dat meestal als ik hem interpreteer... Maar dat smart money, daar zijn we voor. Maar dat is ook, ik zei net in het begin, investeerders willen die ondernemer in de ogen kijken. En vice versa ook, slimme ondernemers die... Vraag ook aan zo'n investeerder van, wat is jouw achtergrond? Wat breng je nog meer dan het geld? Ja. En in principe hebben we dat niet formeel georganiseerd in ons model. Maar er is niks dat tegen smart money is in ons model. Nee. Oké, nog een vraag van Bert-Jan Woertman. Die zegt, is Nederland groot genoeg voor jullie? En hoe gaat Liepvender dan schalen? Binnen Nederland kunnen we prima schalen in de zin dat we heel veel geautomatiseerd hebben. Dus wat dat betreft... hoeven niet 10 keer zoveel mensen aan te nemen om 10 keer zoveel klanten te bedienen. Is Nederland groot genoeg? Ik denk dat we in Nederland een goede boterham kunnen verdienen. Het is meer dat onze ambitie toch noopt dat wij om ons heen kijken. Waarbij we wel tegen vooral juridische grenzen aanlopen. Ieder land is anders. Ja, één Europa zou je willen. Tenminste, ik zou het heel graag willen. Ik ben echt pro-Europees, maar dat valt erg tegen in deze. Er zijn Europese richtlijnen die dan op landniveau worden vertaald. En er is behoorlijk veel ruimte in hoe je dat vertaalt. Dus wat we in Nederland doen, kan niet zomaar in Duitsland. Op dit moment zijn we juridisch wel zover dat we Duitsland en Scandinavië aankunnen. Maar in Engeland zien we vooralsnog te grote problemen. Dus die kant gaan we nu nog niet op. In Amerika zei je, daar had je wel... Amerika gaan we al helemaal niet naartoe. Nee? Dat is, in Amerika kan je geen investeerders accepteren zonder die investeerder te screenen. En dat betekent dat je echt moet weten wat zijn inkomen is, wat zijn vermogen is. Want je mag niet arme mensen zomaar in een start-up laten investeren. Op zich is dat een mooie bescherming, maar het is een ondoenlijk fonds om dat te gaan doen. In Engeland zijn ze iets soepeler, daar mag de investeerder zichzelf screenen. Dus dan kan je gewoon een formulier zeggen, vragen van, heeft u genoeg geld om dit te doen? En als ze een ja zeggen, dan kan je dat geloven. En als ze liegen, dan is het een eigen probleem. Maar in Amerika moet je daar nog veel strenger naar kijken. Dus dat gaan we gewoon niet naartoe. Nee, kunnen de start-ups, kan je investeerders weigeren? De start-up kan investeerder weigeren. Als een grote concurrent investeert of iemand die ze gewoon een enorme eikel vinden, dan kunnen ze zeggen, nee, dat hoef ik niet. Er hoeft geen reden bij te zitten. Dus dat.
Hey, de televisie, hè, zeg je, heb je een tijdje, hè, dat was belangrijk voor je, omdat dat je frustreerde. Hoe kijk je nu tegen die wereld van video en televisie aan? Is daar is het al een betere wereld geworden voor jou als kijker? Nou ja, als ik naar mezelf kijk, behalve het journaal, ik blijf een nieuwsjunk, kijk ik heel weinig lineaire tv. Als ik kijk, dan is het vaak Netflix of iets gedownloads. Maar echt normaal tv kijken, alleen als het echt van belang is om iets live te zien, ga ik iets live kijken. Maar dat komt heel weinig voor. Ja, maar dan, je begon destijds met de Ifion, omdat je, je ergerde aan het hele distributiegedoe en de dominantie van de distributiepartijen. Je zei, nou, dat gaan we anders doen. Dus toen kwam de Ifion encoder, dat je de eerste echte over de top oplossing, denk ik. Ja. Helaas mislukt. Die wereld is wel hard doorgegaan. Er zijn nu allerlei over de top mogelijkheden. Technisch is over de top mogelijk, maar je ziet dat de grote zenders in Nederland nog steeds niet over de top gaan. Net is er een uitspraak geweest van de FCC in Amerika die het min of meer afdwingt dat over de top daar mogelijk gaat zijn. Ja. Dus dan worden internetdistributeurs gelijkgesteld aan kabel en satelliet. Dus dat is wel erg leuk. Ik ben benieuwd waar dat toe gaat leiden. En eigenlijk een van de andere dingen die we wilden was ontbundeling op heel veel niveaus. Ja. Je kan nog steeds geen internet van UPC afnemen zonder tv van UPC af te nemen. Wat een beetje raar is, want een tv-dienst die hoef ik eigenlijk niet. Mijn internet is best goed, dus die wil ik graag. Ja. Maar je kan dan binnen een kabelpakket kan je niet zomaar één zender een abonnement opnemen. Dan moet je het kinderpakket of het muziekpakket. Je hebt de meest vreemde situaties dat als je een jazzzender wil, dat je het hele muziekpakket met MTV en zo moet afnemen. Terwijl je daar misschien niet op zit te wachten. Dat soort dingen zouden we graag allemaal vanaf willen. Het is nog heel erg walled garden. Als je dan kijkt naar de geschiedenis van internet, had je vroeger AOL en CompuServe met zo'n walled garden. Nou, dat is allemaal kapot gegaan. Daarna kreeg je iMode van KPN op je mobieltje met zo'n walled garden. Dat is kapot gegaan. En eigenlijk is dit de laatste walled garden die nog overeind staat. Die nog kapot moet. Moet niet. Ik denk dat gewoon de consument... Kapot gaat. Het gaat gebeuren. En helaas zijn wij het niet geweest die dat hebben afgedwongen. Maar dat gaat baal je ervan? Ja, tuurlijk baal ik ervan. Ik bedoel, je hebt een ambitie, je probeert iets en het mislukt. Ja, daar hebben natuurlijk ongelooflijk veel bekende grote en kleine namen zich op stuk gebeten de afgelopen 10 jaar. Want ik denk dat iedereen het met jou eens is. Ja, nee, we zijn echt een goed gezelschap. Apple schijnt het al jaren te proberen. Ja, of Eric Huggers met Intel. Intel is hier ook kapot gegaan. Ik bedoel, het is niet de enige. Maar dan kan je ook zeggen dat zij heel stom zijn geweest. Want als zoveel schepen vergaan zijn, waarom zouden het dan ook nog eens proberen? Ja, maar uiteindelijk gaat dit natuurlijk gebeuren. Dat is zeker. Ja. We hebben vandaag veel gehad over de cultuur hier in Eindhoven. En de technologie, start-ups en alles wat hier gebeurt. Jij zit ook verder in Amsterdam. Zijn er verschillen? We hebben hier niet zo'n grote mond. En dat is af en toe heel stom. Want ik denk dat we iets harder kunnen schreeuwen van wat er allemaal goed gaat hier. En... ja, we hebben hier echt wel een andere cultuur. Ik ben geen Brabander van origine. Nou, ik heb het gevoel dat hier in Brabant een soort optimale combinatie tussen het Hollandse Calvinisme en het zuidelijke katholieke is ontstaan. Die zorgt dat er hier op een vrolijke manier hard gewerkt wordt. Daar moet ik even over nadenken. Je krijgt spontaan applaus. Nou, ik vind het wel mooi. Ik wou ook zeggen, daar moeten we eigenlijk aan toevoegen. Dat is mooi, dat is mooi gezegd. Ja. Nee, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Ja. Op een vrolijke manier hard werken, dat moet je ook eens gaan doen, Stekel. Nou, ik probeer het dan even te vertalen naar zeg maar Amsterdam. Wordt daar dan minder hard gewerkt? Zijn ze er minder vrolijk of wat doen ze daar dan anders? Nee, ze zijn er ook heel vrolijk en ik denk dat ze er ook hard werken. Maar het is toch een ander soort sfeer. Ja, wat ik wel denk, wat het verschil tussen Randstad en Brabant is, dat we elkaar hier meer gunnen. Dus en we zijn denk ik daardoor ook gewoon beter in samenwerken. En dat in de Randstad partijen elkaar toch wat meer proberen de loef af te steken. Wat misschien zorgt dat ze zichzelf beter kunnen presenteren. Maar het zorgt er ook voor dat ze af en toe niet zo ver komen als ze zouden kunnen komen als ze samen zouden werken. Ja, want dat is wel het model om verder te komen uiteindelijk, hè? Dat is wel eigenlijk het heel Nederlandse model. Gewoon allemaal samen die dijk bouwen. Want als je het in je eentje doet, dan lukt het niet. Ja.
Hey, en daar plakken we dan tegenwoordig ook het begrip nog eventjes open innovatie bovenop. Hè? Want het moet ook open. Is dat een modebegrip of is er echt iets anders aan de hand? Nee, het is allebei. Het is deels een modebegrip. En het is denk ik ook iets wat heel moeilijk is. Ik heb wel contact af en toe met grote bedrijven, maar ook vooral met de universiteit. En die willen het allemaal wel. Maar dan feitelijk die muren naar beneden halen en echt dingen delen, dan wordt dat toch heel erg eng. En er worden wel goede stappen die kant op genomen, maar makkelijk is het niet. Voor kleine bedrijven is het vaak veel makkelijker omdat die gewoon geen keuze hebben. Ik bedoel, als je als start-up niet deelt, dan kom je nergens. Dus dat, daar zit het zeg maar vanaf de geboorte in de cultuur. Ja, nou. Hartstikke goed. Ja, want we kunnen of nog 2 uur doorspreken, maar dan komt de volgende gast niet aan boord. Nee, dat was super dit. Hartstikke bedankt, want je hebt zoveel om over te praten. Weet je, wat is eerder zoiets van dat we onszelf even moeten dwingen om... Want we hebben laatst natuurlijk ook wat uitzendingen gemaakt over 20 jaar internet in Nederland. Daar zou ik met jou ook nog wel eens een uurtje over door willen praten, wat jouw observaties zijn over die afgelopen periode. Maar dat moeten we vanavond misschien niet doen. Dat doen we een andere keer dan. Nee, dat komt gewoon een keer terug. Ja, oké, okay, hartstikke leuk. Okay, heel ontzettend bedankt. Je wou voor ruimte geven... Oh, nee, ik moest eerst even iets afkomen. Ja, dan wou jij ruimte geven voor applaus dan voor die mensen? Applaus en dan starten we pas van iedereen. Dat was het. Ja, is goed. Bedankt voor het kijken. We bedanken Streamzilla die ervoor zorgen dat jullie thuis live konden meekijken. Specialist in webcasting uit Groningen en internationaal zeer aan de weg timmerend. Zo direct blijf kijken als je live kijkt, want we gaan hier verder met Maxime Schram van Community. Vroeger van Redesign Me. En als je on-demand kijkt, weet je dat je ons complete archief nog na kunt kijken. En neem er een weekje vrij voor, want er zitten prachtige afleveringen tussen. Zowel op YouTube als op fastmovingtargets.nl. Dankjewel. Dag. Helemaal goed.